What is up guys, mijn naam is Sam en welkom terug bij deze 5 Minute Crypto Catch-up. Het is weer dinsdag, ik ben wederom jullie host van vanavond. Wat gaan we vanavond gaan bekijken? We gaan vanavond kort kijken richting de DXY, heel kort richting aandelen, maar voornamelijk richting crypto. Dus we gaan een klein beetje dieper richting Bitcoin induiken. We gaan een klein beetje kijken richting het nieuwe Scroll EVM netwerk. En tot slot nog wat van 2 nieuwsartikeltjes. Kijk, dit keer 2 altcoins laten zien die er in mijn opinie redelijk sweet bij liggen. Right, dan ga ik jullie niet te lang in spanning gaan houden. En laten we er rechtstreeks in gaan vliegen. Nu, voordat we erin gaan vliegen, ik ga nog één kleine update gaan geven. Na mijn vakantie ga ik persoonlijk eens kijken richting een nieuwe webcam en richting nieuw licht. Zodat ik er niet langer uitzie als een crackie vanwege deze slechte lichtinval. Dus dat zit er ook nog aan te komen. En dan hebben jullie hopelijk een iets aangenamer gezicht om richting te kijken. In de plaats van deze gather setup met diverse lichten. Right, dat gezegd hebbende. Laten we de rechtstreeks in gaan vliegen. Dus we kijken hier richting de DXY. En deze oranje lijn is eigenlijk een weekly trendline die we heel lang in de gaten aan te houden geweest zijn in de afgelopen catch-ups. Dus we zien dat we hier resistance ondervonden hebben. Nu, ik persoonlijk zelf dacht dat we alleszins deze highs nog eens gingen gaan testen. Alleszins uitnemen en deze trendline nog eens willen testen. Wel, niks blijkt minder waar. Dus momenteel, wat zagen we? We hebben hier eigenlijk dit resistance point gehad. Vervolgens hebben we deze low hier gebroken, weliswaar met een sterke bounce terug richting omhoog, dat was CPI's. En vervolgens wel zijn we eigenlijk niet verder omhoog kunnen gaan pushen en zijn we momenteel hier deze low ook weer aan het breken. Wel, indien we closen onder deze low, dan vermoed ik alleszins toch wel verder je downside. En dat is eigenlijk eerst volgende level waar ik naar kijk, alleszins op een iets grotere schaal, is hier het 104.45 level. Een retracement van deze aard zou best bullish kunnen zijn richting crypto. Nu, uiteraard hebben we hier wel een heel groot fair value gap, dus we zullen waarschijnlijk niet monotonic niet naar beneden gaan, zoals ik het getekend heb. Waarschijnlijk eerst dit fair value gap vullen. Maar ik alsnog denk dat we nu wel eerder richting deze levels gaan gaan, nu we alleszins deze low hier aan het breken zijn. Dat wat betreft de DXY. Wel, als we dan gaan kijken richting onze S&P, dan zien we hier eigenlijk dat we aan strong support zijn aangekomen. Een level waar ik eerder al had aangegeven, wat mij heel interessant leek, zijn eigenlijk al deze pivot highs hier, die is veel prijsactie rondom je weet. Dat is altijd een interessant level om in de gaten te houden. Dus momenteel zitten we op strong support en we zien hier ook een bounce van deze support afkomen, dankzij eigenlijk de DXY dat verder naar beneden aan het trenden is. Dus indien dat de DXY verder naar beneden trendt, zeker eigenlijk mogelijk dat de S&P verder terug richting boven gaat gaan trenden, en support houdt rondom dit level. Hangt er natuurlijk een klein beetje af. Als de DXY nu een bounce up maakt, dan kan het wel zijn dat we verder deze zone ingaan, eventueel iets zelfs lagere levels opzoeken. Indien dat de DXY geen bounce maakt, maar verder afgaat, zal dan verwacht ik eigenlijk dat de S&P verder omhoog gaat gaan trenden. Dus dat is wat betreft aandelen en de globale stand van zaken momenteel, wat ik heel kort over wil gaan, en laten we nu eigenlijk richting meer crypto in gaan duiken, meer Bitcoin. Natuurlijk, de show van deze week is weliswaar Bitcoin. En wat een prijsactie. Bitcoin is echt ferm aan het presteren. En dat had ik persoonlijk niet zien aankomen. Ik persoonlijk dacht eigenlijk dat echt wel de limiet hier dit breakdown point was. Dat we eventueel konden gaan opzoeken om vervolgens een lower low neer te brengen. Maar niks blijkt milder waar. We zijn hier eigenlijk heel sterk naar boven aan het breken. Dat is natuurlijk een klein beetje met die rumors en de gedachten rondom die Bitcoin ETF's die in de nabije toekomst zullen proefspelen gaan worden. Nu, er is wel één ding waar ik nog op aan het letten ben. Zolang dat wij deze high van de head niet breken, is dit in principe een head and shoulders. Met een left shoulders, een head en op dit moment nog steeds een right shoulder. Dus wat wil ik zien persoonlijk van Bitcoin om echt wel deze bullish structuur aan te houden, wil ik echt wel daily closes beginnen zien boven dit level van 31.800. Kunnen wij hier niet daily boven closen en gaan we eigenlijk met meerdere wicks rejecten hierboven? Wel, dan kan dit alsnog een valid head and shoulders worden en kunnen wij alsnog wel richting de 20k level afgaan. Maar dat is momenteel niet meer mijn base case alleszins. Wel, dat was enkele weken geleden nog wel, maar prijsactie toont ons dat echt toch wel echt bullish momentum in de markt is. Dus indien dat wij deze high hier kunnen breken op 31.800, wel, dan kijk ik eigenlijk richting 37.500, dan kan het eigenlijk heel heel snel gaan. Zeker met de lage liquiditeit op exchange dat momenteel aanwezig is. Indien dat wij deze high niet kunnen breken, wel dan denk ik dat wij sowieso een larger scale pullback gaan maken. En dat is afwachten of dat wij hier ergens support gaan houden. Of dat wij deze supportline breken. Want dat wij deze supportline breken, wel dan is het eigenlijk inevitable. We zien, we hebben hier eigenlijk heel weinig liquiditeit build-up.
en lijkt mij inevitable dat we richting 20k toe gaan gaan. En laten we wat betreft prijsactie dan ook nog kort richting Ether Bitcoin gaan kijken, om te weten of dat het nog een goed moment is voor altcoins of niet. Wel, Ether Bitcoin zit hier eigenlijk aan een heel, heel groot level van support zijn, dat het in 2022 ook support heeft gehouden. We hebben hier ook een diagonale trendline. Ik ben persoonlijk niet zo heel fan van diagonale trendlines. Ik ga er alleszins nog niet meer richting de bank gaan wandelen om het in te cashen. Maar ik hou het natuurlijk wel in mijn achterhoofd, omdat het enige vorm van confluence kan bieden. Dus we hebben hier deze diagonale trendlijn dat eigenlijk perfect overeenkomt met deze horizontale trendlijn, waar we zelfs in 2018 support op gehouden hebben, meerdere malen zelfs. En dan rond en bij 21 redelijk dicht in de buurt gekomen zijn. Dus ik vind het op zich een interessant level om in de gaten te houden en kijken of we hier eventueel een bounce kunnen gaan maken. En dat zou natuurlijk redelijk goed zijn wat betreft de altcoin-markt. Dus zolang Bitcoin blijft doorrallyen en Ether rallyt ook, maar blijft achterwege lopen, wel uiteraard gaan we dan het Ether Bitcoin bij verder naar beneden zien afzwakken. We zullen zien wat dat gaat geven. Ik durf er alleszins op te gambelen om een short-term bounce van altcoins mee te pikken, al is het maar een lower high. En desnoods kunnen we later letterlijk naar beneden gaan. We zullen zien wat het geeft. Als we ze dan eens gaan vergelijken met elkaar, dan zien we eigenlijk dat Bitcoin toch echt wel de outperformer is. We zijn hier year-to-date aan het kijken richting de S&P, de Nasdaq, goud, Ethereum en Bitcoin. Wel, we zien dat eigenlijk goud staat op gauw om 7% van zijn year-to-date open. De S&P 12%, de Nasdaq 25%, Ethereum 33%, maar Bitcoin is nagenoeg. Wel staan we op 86% momenteel. Dus dat is echt wel een ferme outperformance van Bitcoin in vergelijking met alle andere asset classes. Ethereum zien we eigenlijk ook meevolgen richting boven toe, maar het loopt echt vol achter op Bitcoin. Dus het is vandaar dat die Ether Bitcoin valuation naar beneden aan het gaan is. Wat is er nog naar boven aan het gaan? Goud momenteel, right? Goud is eigenlijk zeer interessant aan het rallyen, samen met dat Bitcoin en Ether aan het rallyen zijn. Ondanks dat de Nasdaq en de S&P hierbij in het lichtblauw en het paars naar beneden aan het gaan zijn. Het is zeker interessant gegeven om in de gaten te houden, en dat hebben we natuurlijk op de afgelopen community call ook uitbundig gesproken. Alright. Maar laten we dan kort gaan kijken naar individuele projectjes. Dus hiervoor heb je de Daily Active Addresses en de Daily Transactions van scrollwormen. Dus dat is een waar we afgelopen week in de crypto catch-up het over gehad hebben, dat eigenlijk een stealth launch gehouden hadden. En we zien eigenlijk met een serieus aantal bullish momentum, alleszins wat betreft de daily active addresses en de daily transactions. Dus we hebben ongeveer 15-16k daily active addresses momenteel. En we zijn hier eigenlijk wel nagenoeg 2 weken geleden begonnen op 1k, 3k, 2k. Dus we zijn echt wel aan het expanden wat betreft die daily active addresses, dat scrollgebruik. En evenzeer wat betreft de daily transactions. We zitten momenteel op nagenoeg net onder de 100k daily transactions. Dat wil zeggen dat eigenlijk elke user 6 tot 7 transactions per dag kan maken. En dat is natuurlijk heel bullish om te zien. Als we dat een klein beetje gaan vergelijken met wat de rest momenteel bezig is, ja, dan zien we hier dit kleine, gele lijntje van onder. Dat is scroll en de rest is base, starknet en ZK Sync Error. Dus we lopen nog weliswaar wat achter, maar ik zie alleszins wel bullish momentum in deze chain zitten. Weet ook, er is geen token. Ze zijn 19 miljoen funded. Ze hebben 19 miljoen aan funds van VC's kunnen ophalen. Die VC's willen ook bang for their buck. Die gaan niet zomaar investeren. Dus vermoedelijk gaat er een token gaan aankomen. Het is natuurlijk zeer interessant om een beetje meer rond te spelen wat betreft airdrops. Just a tip. Geen financieel advies. Wat betreft Base, Starknet en ZK Sync, als we gaan kijken richting daily transactions, zal al lopen zijn natuurlijk ook wel een pak hoger. Hè. Hier zit Base van bijna 400.000, Starknet 400.000 en ZK Sync zelfs 750.000. Daily transactions, dat is meer dan de meeste layer 1 chains op het moment aan het presteren zijn, met uitzondering op de grote kleppers zoals Matic en Solana uiteraard. Maar dat is zeer interessant om deze chains in de gaten te houden. Right? Starknet en ZK Sync hebben ook bijna nog geen token. Zeer interessant om in de gaten te houden. Evenzeer net als Base, maar hebben confirmed dat er vermoedelijk wel een token gaat aankomen. Right? Dus Skull is zeker iets interessants om in de gaten te houden, maar we hebben ook wel een behoorlijk lange weg te gaan eer dat we echt in de buurt gaan komen van die andere chains. Maar wie weet, dus zeker in de gaten houden, boys. Dan dit keer gaan we het iets anders doen. We gaan geen twee nieuwsartikeltjes gaan behandelen. We gaan twee cryptocurrencies daadwerkelijk gaan behandelen.
cryptocurrencies die ik persoonlijk zeer interessant vind, of die alleszins op mijn radar voorbij gekomen zijn. Ik ga niet te diep in de details gaan, want ik vermoed dat ik zelfs een of twee van deze projectjes wel eens durf behandelen in een altcoin explorer in de nabije toekomst. Daar ga ik natuurlijk super diep in op al deze techniques. Maar ik ga nu gewoon globaal kort over de token heen gaan. Voornamelijk richting de tokenomics gaan kijken en richting de supplier gaan kijken en dan vertellen wat het projectje kort inhoudt. Dus de eerste wat we gaan bekijken is Pairswap, en dat is eigenlijk een over-the-counter swapping mechanisme. Dus wij kunnen eigenlijk Bitcoin, Ethereum, wel allemaal cryptocurrencies over the counter gaan kopen in plaats van op de open markt. En dat doet dat eigenlijk door verschillende mensen met elkaar te poolen in een decentralized way. Dat is alles wat ik qua technisch erover ga gaan zeggen van vandaag alleszins. Maar het interessante is dat geheel de supply al in circulatie is. 80% ging eigenlijk gewoon richting liquidity, op alleszins richting gewoon vrije circulatie. De 10% ging naar het team en 10% ging voor funding. Het is eigenlijk 100% dat het al in circulatie is. En boys, we hebben hier een marktcapje van 6 miljoen. Super klein, dus enorm makkelijk om die prijs omhoog te pompen. En dat zien we eigenlijk ook. Ik ga je momenteel even dextools bovenhalen. We hebben net iets duidelijkere charts. Wel, de all-time high van Pairswap ligt op 0,7. En we zitten momenteel op 0,64. En we zijn hier eigenlijk higher low aan het printen. Dat wil zeggen dat we echt wel in bullish momentum zitten wat betreft Pairswap. En dat is natuurlijk ook niet moeilijk met een market capje van 5 miljoen, 6 miljoen. Dan is het heel makkelijk om de prijs omhoog te gaan sturen. En ik denk dat het een kwestie van tijd is eer dat we deze all-time high gaan breken. En gewoon los in een price discovery mode gaan gaan. Dus het is zeker een projectje om op jullie watchlist te zetten. Of misschien zelfs eventueel een positie in te nemen. Geen financieel advies. Het tweede projectje dat we gaan bekijken is Mask. Mask is een privacy browser dat uitgekomen is. Klein beetje te vergelijken met Brave en Tor. Maar heeft evenzeer een integrated VPN in de browser zelf zitten. Dus dat is een super interessant iets. Wederom, nagenoeg 92% van de supply is in circulatie. That's what we love. Ik kijk altijd naar nieuwe projectjes. Als ze heel klein zijn, wil ik echt 70-30% in circulatie zien. Want anders is het een heel groot risico om te nemen. En de marktcap bedraagt 7,7 miljoen. Dus evenzeer nog steeds een enorm klein. Wel iets meer exchanges wat we kunnen vinden. Alleszins decentralized exchanges, uiteraard nog veel groter. Maar dat is natuurlijk altijd super bullish, want eenmaal dat zij op centralized exchanges gelist worden, dan zorgt altijd voor een diezelfde prijsprint. Als we dan gaan kijken richting prijsacties einde, waarom dat ik het momenteel interessant vind. Dus Mask bestaat al wel iets langer in vergelijking met Pairswap. En we zien hier eind 2022 dat het gelaunched is, ongeveer een jaartje oud. We hebben enorm bullish prijsactie gezet, met eigenlijk ja, begin 2023 zijn we serieus beginnen afzwakken. We hebben hier deze lows gezet, low gesweept. We hadden deze previous high. Die zijn we gaan sweepen en we zijn momenteel terug naar beneden aan het komen. En momenteel houden we eigenlijk support op deze eerdere pivot points wat betreft TA zijnde. Dus ik vind dit een zeer interessant level om eventueel een trade te nemen op Mask. Zeker eentje om in de gaten te houden en kan echt wel voor short-term gains zorgen. Weet ook, als we hier een kleine bounce van maken, we zitten al snel aan een 30-34%. Dat we omhoog kunnen rallyen. En dat is natuurlijk zeker niet ongewoon met een klein kwantje van een market cap van 7,8 miljoen. Weet ook, het volume ligt hier eigenlijk redelijk laag. En de holds liggen ook redelijk laag. Dat ligt net iets hoger bij Pairswap, als ik het goed heb. Dan is snel gaan kijken. Ja, hier hebben we een volume van bijna 100.000. Dus dat zorgt natuurlijk altijd voor deze bullish prijsactie. Right, boys? Zoals ik heb de 15 minuten mark weer al overschreden, dus ik ga bij deze de video stil en gaan afronden, om het natuurlijk kort en luchtig te houden. Het is een 5 minute crypto catch-up, geen 13 minute crypto catch-up, dus we gaan het hierbij gaan afronden. Ik hoop dat jullie weer wat bijgeleerd hebben, ik hoop dat jullie snel terug op de date gebracht zijn van de huidige stand van zaken, en dan zie ik jullie volgende week terug in de volgende crypto catch-up. Ciao guys! We'll be right back.